Hoi, hier is Paul weer. Welkom bij Deze Dinsdag. Voor de derde keer op rij heb ik de bouwhelm opgezet, dus weer investeren in vastgoed. De vorige twee weken was het Agree Realty, deze week wordt het Mid-America Apartment Communities. Ik denk een prachtige REIT en dat wil ik weer laten zien. Verder heb ik dividend ontvangen van de Vanguard Emerging Markets ETF. Dat was 1,08 euro. Dat is niet zo heel spannend, maar ik wil elke maand 30 euro investeren in deze ETF. Dat doe ik al ongeveer een jaar en daar ga ik vrolijk mee verder. Ik heb de dividenden bij opgeteld, dus 31,08 euro in de spaarplanorder bij Bucks. Dat is verder geen reclame voor Bucks, maar dat is gewoon hoe ik het aanpak. En elk kwartaal komt hier cashflow uit, daar hou ik van. Elke 3 maanden dividend vanuit deze ETF. Maar goed, het gaat eigenlijk om deze jaar dinsdag en dat doe ik ook. Elke dinsdag investeren en elke dinsdag is het weer de vraag welke wil ik het liefste kopen. Want elke dinsdag zijn de koersen natuurlijk weer anders. Ik denk dat Agree en Starbucks misschien wel de beste koopjes zijn op dit moment. Als ik ga kijken naar de waarderingen en wat ik eruit wil halen. Ik ben geen financieel expert of adviseur, dus je moet altijd je eigen dingen doen. Maar voor nu wil ik een keertje Mid-America kopen. De afgelopen weken heb ik al best wel vaak Agree en Starbucks gekocht. Nu een keertje Mid-America. Dat kun je hier zien. Ik heb hem gekocht. Ik heb 2 aandelen gekocht tegen $128 per stuk. Je kunt natuurlijk zien dat de koers inmiddels alweer lager is. Voor mijn gevoel gaat dat 9 van de 10 keer zo als ik koop dat de koers weer omlaag gaat. Maar het maakt niet uit. Voor nu krijg ik altijd cashflow vanuit mijn aandelen van Mid-America. 2 aandelen gekocht. Dit is het jaarlijkse dividend per aandeel van Mid-America. En dat krijg je dan weer per kwartaal uitgekeerd, delen door 4. En dan mag ik per jaar $11,76 aan jaarlijks dividendinkomen verwachten dankzij de aankoop van vandaag. In totaal heb ik nu 12 aandelen van Mid-America. En als ik dat sommetje maak, dan weet ik dat ik $70,56 aan groeiend dividendinkomen per jaar mag verwachten vanuit de aandelen die ik nu bezit. Dan kom ik heel dicht bij mijn doel. Mijn doel staat hier. Hier staat MAE en ik wil $100 aan dividend per jaar krijgen vanuit deze positie. Ik moet dus nog iets meer aandelen verzamelen, maar ik ben op ongeveer 70%. Als ik mijn doel heb gehaald, als ik genoeg aandelen heb verzameld, dan zet ik er een vinkje achter. En dan kan ik bedenken of ik hem wil verhogen naar de volgende kolom. En zo ga ik stap voor stap naar steeds meer financiële vrijheid. Dat is het hele spelletje. De dividendstatistiekjes van Mid-America. Dividend yield 4,6%. De 10-year CAGR, de groeiratio, is gemiddeld 6% per jaar aan dividendgroei over de afgelopen 10 jaar. Dit komt uit de presentatie van Mid-America Apartment Communities. Hier zijn ze ook heel trots op. 1994 kwamen ze op de beurs en sindsdien keren ze dividend uit. En dat dividend is altijd hetzelfde gebleven of gegroeid over de tijd heen. Never suspended or reduced a dividend. A solid record of growth and stability. Ja, dat is precies wat ik wil. Ik moet me niet druk maken om die koersen. Die zijn af en toe rood, af en toe groen. Ik verwacht wanneer de interest rates omlaag gaan, dat de koersen van REITs flink op zullen veren. Dat is verder mijn voorspelling, ook geen garantie. Maar dat is wat ik denk en waarom ik wel haast heb met Agree en met Mid-America bijkopen. En ondanks wat de koersen doen, ondanks wat er maar gebeurt in de wereld, Mid-America keert mij gewoon steady groeiende cashflows uit over tijd met dividend. Ook in de financiële crisis gewoon netjes dividend uitgekeerd en doorbetaald. Ik luister ook wel eens naar CEO-interviews. Dit is Eric Bolton Jr., dat is de CEO van Mid-America. Ik vind dat goed om te doen, omdat je dan leert hoe zo'n opperhoofd van zo'n bedrijf denkt, wat hij belangrijk vindt. En hij geeft eigenlijk altijd aan dat het belangrijkste van Mid-America is om stabiele cashflows te leveren aan hun aandeelhouders. Dus dat dividendgroeibeleid waar ik naar kijk, wat ik belangrijk vind, nou dat is letterlijk de focus van Mid-America. Dat willen ze leveren through economic and market cycles. Nou, de markt gaat altijd op en neer. De economie gaat altijd op en neer. Alles beweegt heen en weer. Maar ondanks die bewegingen, stabiel groeiend dividend bij Mid-America. Verder wat altijd heel erg opvalt aan apartment REITs is dat ze ontzettend sterk zijn qua balance sheets. Je hebt 8 REITs in de Verenigde Staten. Dat zijn er echt maar 8 die een kredietwaardigheid hebben, een credit rating hebben van in de A. En daarvan zijn er 4 apartment REITs. Het gaat altijd over realty income als je gaat kijken naar REITs op Twitter of social media. Vaak realty income, die hebben ook een kredietwaardigheid van A. Vaak Agree Realty, vaak Vici, vaak Digital Realty, WP Carey. Maar eigenlijk gaat het bijna nooit om deze namen. Tenminste, ik zie ze heel weinig. Avalon Bay, Camden, Equity en Mid-America. Naar mijn idee, 4 van de beste REITs, ook qua dividend track record, qua schuldgraden.
heel erg veilige REITs. Voor REITs, want REITs zijn altijd wel een beetje risicovolle producten door de aard van het beestje. Maar daarvan zijn deze relatief veilig. En van deze vier apartment REITs is Mid-America weer mijn favoriet. En dat komt door de MOVE-IT. Door de top 10 states. Je hebt in de Verenigde Staten heb je allerlei staten. En in elke staat heb je weer andere regels, andere belastingen, andere voor- en nadelen. En je hebt altijd migratiepatronen, als ik dat zo mag noemen. En de laatste jaren heb je eigenlijk deze tendens. Dit kwam ik tegen op Twitter. Mensen gaan weg uit California, uit New York en gaan naar Texas, Florida, North Carolina. Deze staten, dit rijtje. En waar heeft Mid-America zijn apartments staan? Nou, dat is precies in die staten. In Texas, in Florida, in North en South Carolina, in Georgia. En daar is dus een positieve migratiestroom naartoe. Daar heeft Mid-America gigantisch van geprofiteerd in 2021 en 2022. Corona heeft dat ook nog eens versneld. Toen kon je remote werken, dus thuis werken, op afstand werken. En waarom zou je dan in New York wonen als je ook in Florida kan wonen, waar geloof ik de belastingen gunstiger zijn? En ik ben geen expert. Maar dat is ongeveer wat er aan de hand was. Mid-America, heel veel extra vraag. Niet per se heel snel meer aanbod, want je kunt niet heel snel apartments bouwen natuurlijk. Mid-America kon toen hun huren verhogen met 14%, 15%, dat soort getallen. Een jaar daarna nog een keer 7 of 8%, enorm goed gepresteerd. Inmiddels is er heel veel bijgebouwd en wordt er in 2024 heel veel opgeleverd. Dus het aanbod is flink groter geworden. En dat doet Mid-America voor 2024 wel een beetje pijn. Dat kun je ook zien in hun cijfertjes, in hun eigen verwachtingen. Ze verwachten eigenlijk een kleine terugval in EFFO en in FFO voor 2024. Maar dat is wel eenmalig dat er zoveel extra apartments beschikbaar komen. Wat een beetje de vraag en aanbod gaat balanceren. Maar hierna in 2025 en 2026 verwacht Mid-America weer sneller te kunnen groeien en hun huren weer lekker te kunnen laten verhogen. Dus dat is dat. Als ik ga kijken naar Fastcross en naar Mid-America. Nou, hier is Mid-America. En als we gaan kijken naar de EFFO. Dat is altijd het belangrijkste, denk ik, bij REITs. Dan kun je zien dat de EFFO mooi groeit. Het groeit altijd met wisselende percentages. Maar ze kunnen altijd hun dividend uitkeren. Altijd hun dividend laten groeien. Dat is die witte lijn. En de payout ratio is nog steeds prima. Is ver onder de 75% of onder de 75%. Dat is prima voor een REIT en A- aan credit rating. Je kunt ook zien de gemiddelde EFFO groei ongeveer 6,5%. Nou, dat is ongeveer in lijn met de dividendgroei over deze periode. Dus dat is prima. Als we gaan kijken naar de normale waardering van Mid-America. 18,5 keer de EFFO. Inmiddels is dat een stukje lager. Dat komt doordat het wat mindere jaren zijn voor Mid-America in 2024, maar ook door de hogere interest rates. En je kunt zien dat de waardering historisch gezien behoorlijk laag is. Nu is het ongeveer 15 keer de EFFO. Dat is niet voorgekomen sinds de hele snelle coronacrash. En daarvoor moet je helemaal terug naar ongeveer deze tijd, naar 2014, dus 10 jaar geleden. Dat zegt wel iets en ik verwacht dus dat als de interest rates omlaag gaan, dat dit soort aandelen wel weer gaan stijgen qua koers. Dus ik heb een beetje haast om het bij te kopen, maar dat had ik al gezegd. Als we gaan kijken naar de verwachtingen voor de komende 3 jaar, dan valt het dus voor 2024 een beetje tegen. Een krimp wordt verwacht van 2-3%. In 2025 wordt het weer iets beter. En daarna weer wat sterkere groei. En dit is eigenlijk hoe het altijd gaat met Mid-America. Dat kun je ook zien in het verleden. 0% groei, 2% groei, dan weer 10% groei. Dan weer een keer een minder jaar, dan weer 10% eroverheen. En zo gaat dat eigenlijk altijd door en door. En ondanks die schommelingen in de EFFO, die wel gestaag groeit, maar wel een beetje met schommelingen, keren ze wel gewoon steady groeiend dividend uit. Dus ik ben altijd blij met Mid-America. Daarmee is eigenlijk ook de eerste DCA dinsdag van april alweer voorbij. Er zijn 5 DCA dinsdagen in april. De eerste is geweest, MAA. Ik heb vastgoed gekocht. Volgende week komt er weer DCA, maar dan gaan we volgende dinsdag wel zien hoe de koersen op dat moment zijn. Verder is het ook leuk dat ik Mid-America nog heb gekocht voor de ex-dividenddatum. Dat kan ik laten zien op Twitter. En ik kreeg hier vandaag ook een vraag over op Twitter. Op GetQuinn bedoel ik. Dit is GetQuinn. Het is vandaag een hele rode dag, zie ik. Maar ik kan aan mijn dividendkalender zien dat Mid-America in april gaat uitkeren.
De paydate is op 30 april en de ex-dividenddatum, hiervoor moet je je aandelen hebben, is 12 april. Het is voor 12 april. Dus mijn 12 aandeeltjes, mijn 2 extra aandeeltjes worden meegenomen en daar krijg ik op 30 april dividend over. Ik kreeg vandaag een vraag van iemand die zei: ik heb op 22 maart aandelen gekocht van Agree Realty. En op 27 maart is een dividenddatum, maar ik heb nog geen dividend gekregen. Klopt dat wel? Ja, het klopt wel. 27 maart was de ex-dividenddatum van Agree Realty. Als je op de 22ste hebt gekocht, zoals die man had gedaan, dan krijg je op 12 april uitgekeerd over die aandelen. De ex-dividenddatum is een soort deadline. Daarvoor moet je je aandelen hebben. Die aandelen worden meegenomen en daar krijg je uitbetaald over op de paydate. Dus dat is hoe het werkt. Dat wou ik ook nog een keertje vertellen. Dat is misschien ook wel een keertje goed. Je kunt mij altijd volgen op GetQuinn. Dat staat in de beschrijving. Kun je mijn portfolio inzien. Maar dit was eigenlijk deze jaar dinsdag. Voor de rest van de week. Ik wil eigenlijk elke donderdag, denk ik, een geldboomshow doen. Dus die zal donderdag wel weer komen. En verder gaan we zien waar ik nog verder aan toe kan komen. Voor nu bedankt voor het kijken. Deel altijd wat jullie hebben gedaan. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg!